iets wat gekke situatie als je 3 wedstrijden voor het einde richting Heerenveen gaat en je bent met 37 punten veilig. Dat is een ongelofelijke wilde. En nou, dat hebben we ook gevierd de afgelopen dagen. En dat mag ook, vind ik. Maar goed, dan ga je naar Heerenveen, waarvan je ook gezien hebt dat zij gewoon een hartstikke goed elftal hebben. En goede spelers. Tegen Heracles veel te weinig gekregen. Uitstekend gespeeld. Dan weet je dat het een hele zware wedstrijd gaat worden. Nou, de wedstrijd analyseer. Dan denk ik dat we de eerste helft heel veel moeite hadden met de diepgang van de middenvelders van Heerenveen. Het naar binnen lopen van Flap. Nou, dat levert een aantal grote kansen op en uiteindelijk ook het doelpunt. Maar we bleven in de wedstrijd met 1-0. En ik vond dat we wat diepte misten. Want er waren toch wel wat mogelijkheden om uit te breken. En één keer hadden we ook een mooie situatie 3-2 die we niet goed uitspeelden. Dus vandaar in de rust de wissel met Grot. En ja, ik denk dat de tweede helft wel een ander beeld gaf. Ik vond ook dat wij, dat Heerenveen ook de eerste helft ook behoorlijk stevig speelde. De scheidsrechter liet dat toe. Nou, dan is dat prima. Maar dan vind ik ook dat je als ploeg moet antwoorden en de grens op moet zoeken. En dat heb ik mijn ploeg zien doen de tweede helft. Goed in de duels gezeten. Ja, en dan voel je dat je wat grip gaat krijgen. Ja, en uiteindelijk maken we de 1-1. Ik denk op dat moment terecht. Ja, en uiteindelijk ook een goede goal van Heerenveen. Eerlijkheid gebied te zeggen, voorzet voor de man komen, kopbal. Dat was eigenlijk zonde, want er was op dat moment niet zoveel aan de hand. Nou, dan kom je natuurlijk het moment dat je een aanvallende middenvelder moet brengen. Omdat Soucic niet verder kan. En dan besluit ik met mijn staf samen om mijn zoon in te brengen. En omdat hij ook een neusje voor de goal heeft. Ja, en die schiet in de laatste minuten 2-2 binnen. Dus in eerste instantie ben je als trainer heel erg blij met dit punt. Want ik vond het een zwaar bevochten punt, maar wel een heel mooi punt. En als vader ben je natuurlijk super trots als je 17-jarige zoon de 2-2 binnen maakt. Dus ik zit hier wel met een heel fijn, maar vooral een heel, heel trots gevoel. Dank u wel. Dan is nu het woord aan Johnny Jansen. Ja, en ik zit hier toch wat te balen. Want uiteindelijk, wat we eigenlijk het plan hadden, was inderdaad met onze middenvelders, met diepte spelen. Mensen tussen de linies vrij spelen. Nou, kijk je naar de goal die we maken. Met Yuki die tussen de linies vrij komt. Michel die naar binnen snijdt. Nou, een geweldige aanval, mooie goal. En dat is eigenlijk het plan. Maar als je dan een aantal kansen krijgt en je vergeet jezelf te belonen. Ja, dat is gewoon pijnlijk. Inderdaad, dan blijft VVV gewoon in de strijd. Dus blijven ze meedoen. Ja, in de tweede helft vind ik gewoon dat wij de controle wat verliezen. Wij worden slordig aan de bal. Uiteindelijk breng je daar VVV in de countermogelijkheden. Hebben ze daar heel veel gevaar. Nou, daarin blijkt dat ook dat die kwaliteiten er zijn. Ja, en door de wissel met Stijn en met Mortenbrenger denk ik dat we weer de wedstrijd wat kantelt en wat meer in onze hand komt. We maken een mooie goal met Michel weer. Ja, en dan op het einde van de rit, dan komt er een lange bal. Twee jongens van ons gaat het kopduel aan. En uiteindelijk gaan er dan een hele hoop dingen fout. En dat is heel pijnlijk. En net in de kleedkamer was ook een doodstilte van het balen van het niet binnenhalen van de overwinning. Uiteindelijk is het heel simpel. Er komen straks nog gewoon weer 2 potten. En die moeten we gewoon weer aanpakken. En dan gewoon weer goed voetballen. En spijker dat knokken met elkaar voor een goed resultaat.